is er laatst iets gebeurd in het YouTube-wereldje, wat volgens mij de meeste van jullie nog niet weten. En daarom ben ik er vandaag om het jullie te vertellen. Ik ben er altijd om jullie nutteloze feitjes mee te geven die je gewoon in een gesprek kan duwen, wat je echt niet nodig hebt, maar wel heel interessant zijn. Maar wel nutteloos. Vandaag is er dus iets gebeurd, een paar dagen geleden denk ik, is er iets gebeurd in het YouTube-wereldje. Dit liedje. Ja, iedereen kent het wel, Despacito. Of course, dat was echt de zomerhit van 2018, denk ik, of 19. Dat heeft 7 miljard weergave. Maar er is dus laatst een liedje, een videoclip, heeft het dus verbroken. Heeft het record van 7 miljard views verbroken. We staan nu op de nummer 1 met 7,1 miljard views. 7,1, dat is 7 miljard en 100 miljoen. Dat is insane veel. En nu dat ze daar waarschijnlijk zo verbroken hebben, gaan ze waarschijnlijk nog meer views halen. Maar nu ben je misschien benieuwd van, Giel, wie heeft dan Despacito verslagen? Nou, deze. Dat hebben jullie niet gezien. Nee, heeft niemand gezien. Oké, jullie hebben het dus nu wel. Nu weten jullie het dus. Even opnieuw. Baby Shark. Despacito is verslagen door Baby Shark. Dat is volgens mij, voor hun gaan ze waarschijnlijk echt zoiets hebben gedacht van, ik wist geen eens dat dat zoveel views had, ik dacht dat dat een paar honderd miljoen had, maar toch geen 7,1 miljard, man. Jezus. Nou, eigenlijk was het dat dan eens van deze video. Ik zou zeggen van, als je mij niet gelooft, ga ze het dan opzoeken. Eerst Despacito, dat is 7 miljard, en Baby Shark 7,1 miljard. Wie weet hebben ze tegen die tijd al meer views. Wie weet heeft Despacito alweer ingehaald. Who knows, maar nu op dit moment staat Baby Shark eerst. Oké, like je abonneren en tot de volgende keer.